Rutte heeft laten weten achter de uitspraken van Jesse August te staan dat de VVD niet met de PVV in een kabinet stapt. De VVD heeft jarenlang gezegd iets aan de asielstroom te willen doen. Ondertussen lieten ze miljoenen asielzoekers Nederland binnen. Nu hebben ze daadwerkelijk de kans om er iets aan te doen door met de PVV in een kabinet te stappen en nu doen ze het niet. En we weten allemaal waarom. Als de VVD met de PVV in een kabinet stapt, dan staat de topfunctie van Rutte bij de NAVO of de EU op het spel. In wezen regeert de EU Nederland. In feite is er een staatsgreep gepleegd, mede mogelijk gemaakt door Rutte. Ik heb het al vaker gezegd. VVD'ers zijn er niet voor het volk. Ze zijn er voor hun eigen carrières, voor de multinationals en voor de supranationale organisaties zoals de EU, het World Economic Forum, de WHO en de NAVO. Laat me in een reactie weten hoe jullie erover denken. Like en deel dit filmpje zoveel mogelijk.